Stemmen vandaag voor de provincie en het waterschap. We hopen dat er heel veel mensen komen en dat het niet is van volgende week allemaal klaar en niet wezen stemmen. Want dat past niet bij elkaar. En verder in deze Zeeland Nu. Huis beschoten met kinderen thuis. En er zijn steeds meer dieren in Zeeland. Goedenavond. Verkiezingsdag. Na maanden van verkiezingsspotjes, campagne voeren, posters overal, is vandaag het woord aan de kiezer. Er worden nieuwe provinciale staten gekozen en een nieuw waterschapsbestuur. Vanmorgen om 7:30 gingen alle 223 stembureaus in Zeeland open. Goedemorgen. Ja, goed met jou ook. Mooi zo. En de mensen die in Trefpunt De Dorsvloer in Dreischoor gingen stemmen, moesten zich melden bij een oude rot in het verkiezingenvak. Tom de Vlieger is al bijna 40 jaar actief op verschillende Schouwse stembureaus en weet dus als geen ander waarom het belangrijk is om te gaan stemmen. Ja, ja, zeker. Mensen mogen nu zeggen hoe ze erover denken. Dat mogen ze laten horen. Dus we hopen dat er heel veel mensen komen en dat het niet is van volgende week allemaal klaar en niet wezen stemmen. Want dat past niet bij elkaar. Voor de hoeveelste keer hij vrijwilliger bij verkiezingen is, weet de Vlieger niet. Maar genoeg heeft hij er nog niet van. Mag ik vragen hoe oud u bent? 78. Dus u kunt nog 20 jaar mee? Zoiets. Ja, zoiets. Dit is burgemeester Mulder die aan het eind van de ochtend stemt in Haar Goes. Hier hebben ze, net als in 9 andere Zeeuwse gemeenten... Klopt die? Prokkelduo's. En lijkt meneer? Ja, zeker. Ja? Kijk, helemaal goed. Om mensen met een verstandelijke beperking bij de verkiezingen te betrekken. Ik vind politiek heel erg interessant. En ik hoorde vanuit Stichting Prokkel dat het ook mogelijk is om op een stembureau mee te kijken... En vorig jaar weet ik dat een collega van mij prokkelmaatje was met Wilco. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, dat wil ik ook. Ik heb een tijdje staan kijken, maar volgens mij kun je het helemaal niet zonder doen, ja. Nee, het is een fantastische meid. En we hebben elkaar ook leren kennen voordat we hier samen gingen zitten. Van, is er een klik of niet? Nou, en die was er gelijk, hè? Ja. Omdat het belangrijk is dat iedereen in een democratie kan stemmen, wordt in Capelle een pilot met Speaksie gedaan. Goedemorgen, welkom bij de gemeente Capelle. Is het stemproces u duidelijk? Dat is een programma om slechthorenden en anderstaligen te helpen bij het stellen van vragen aan mensen van het stembureau. Voor meer dan één doelgroep dus. We proberen zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de maatschappij. En of dat nou anderstaligen zijn of mensen met laaggeletterdheid of juist mensen met een auditieve beperking. Als we daar mensen toegang mee kunnen geven tot de maatschappij, dan winnen we toch veel meer dan dat we het heel gericht voor één doelgroep gaan doen. Govert van der Kuil, 101 jaar, is slechthorend en was door de gemeente uitgenodigd als proefpersoon. Maar dan is het wel van belang dat het beeldscherm gelezen kan worden. En dat lukte meneer van der Kuil op zijn respectabele leeftijd niet meer. Meneer, met alle goede zaken, goede wil, ik kan het niet. Gelukkig kon meneer van der Kuil nog wel gewoon op de reguliere manier stemmen. We gaan naar Terneuzen. Bij het grootste stembureau daar is Jan-Jaap Corée. Ja, het is droog geweest, zonnig, geen slechte dag voor een verkiezingsdag. Hoe druk was het nou eigenlijk? Ja, rond 4 uur kwam het percentage van 36% opkomst in Zeeland naar boven. Dat is 2% meer dan in 2019. Dus daarvan zou je zeggen, ja, de opkomst is goed. Het lijkt in ieder geval hoger te gaan worden dan 4 jaar geleden. Toen het uitkwam op 59,2%. We zouden dus richting die 60 kunnen gaan. Maar het is natuurlijk nog even afwachten hoe het vanavond zal zijn. Hier in de Terpkerk in Terneuzen hebben ze in ieder geval net nog 2 stempoortjes bijgeplaatst om meer mensen, meer doorstroom te kunnen krijgen. En hier in dit grootste stembureau dus van de gemeente Terneuzen zijn ook al zo'n 1100 mensen geweest. Dus wat dat betreft is de opkomst voorlopig goed. Ja, nou ben je de hele dag van stembureau naar stembureau geweest. We zagen het net in de reportage. Heb je nog meer opvallende dingen gezien?
Nou, wat mij opviel was in ieder geval overal de goede sfeer, de gemoedelijkheid. Er wordt een praatje gemaakt, daar krijg je ook wel rijen door, viel mij op. En ja, ook veel voorzitters van stembureaus zeiden dat de stembiljetten ook niet helpen voor de doorstroom. Die zijn natuurlijk altijd groot. Je moet echt even goed kijken op wie je wil stemmen en die dan nog aankruisen. Hem dan nog opvouwen. En daarom was vandaag in Capelle als een van de drie landelijke gemeentes een proef. Was nog niet om echt te stemmen, maar wel met kleinere stembiljetten, zodat je wat makkelijker je stem kan invullen. En ze willen op termijn kijken of dat doorgevoerd kan worden. Maar er moeten nog meer proeven volgen. Maar vandaag was dat dus in Capelle het geval. Ja, ik denk ook altijd nog digitaal stemmen gaat natuurlijk het allersnelst. We kunnen tegenwoordig alles digitaal. Maar daar is toch nog vrees voor dat er dan een of ander gehackt kan worden. Dus voorlopig zal het nog wel met het potloodje blijven. Dankjewel, Jan-Jaap. En dan gaan wij door naar Middelburg, naar het provinciehuis. Want daar is politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, jij blijft daar de hele avond. En ik vrees voor jou ook een deel van de nacht om te wachten op de uitslagen. Ja, laat dat woordje vrees maar weg. Want als politiek journalist wil je er ook gewoon bij zijn vanavond. Dat doen we inderdaad hier in het Statencomplex in Middelburg. Waar we reacties halen op de uitslagen voor Provinciale Staten. Maar we zijn ook in het waterschapskantoor waar we de reacties halen op de uitslagen voor het waterschap. En in de studio worden al die uitslagen en cijfers dan ook nog weer eens geduid. Kortom, we zijn erbij op zowel tv als online. Ja, en wat wordt nou het meest spannend vanavond, denk jij? Nou, de ogen zullen toch vooral gericht zijn op het CDA en de BBB. Wat gaat het CDA doen? Ze kunnen verliezen, gelijk blijven of zoals ze zelf hopen een zetel zelfs winnen. En wat doet BBB? Gaan die inderdaad een monsterzege boeken of komen ze wat bescheidener de Staten binnen? Ja, en natuurlijk PvdA en GroenLinks. In Zeeland zijn ze de enige waar ze samen onder één vlag de Staten in willen gaan. Nu zijn ze goed voor 6 zetels samen. Weten ze dat vast te houden of gaan ze dat misschien zelfs verbeteren? Kortom, het wordt ontzettend spannend. Kijken dus. Dankjewel Heiko. Vanaf 10 uur vanavond dus de uitslagenavond op tv. En dan schakelen we niet alleen met het provinciehuis zoals Heiko zei, maar ook met het waterschapskantoor, want ook daar zitten ze in spanning. En verder vind je alle uitslagen en de reacties ook zo snel mogelijk op onze website en in de app. Kortom, lekker bij Omroep Zeeland blijven vandaag, want dan mis je niks. In Terneuzen is vannacht om 3:30 een huis beschoten. In het huis waren op dat moment een man, vrouw en kinderen, maar niemand raakte gewond. Het gezin is niet bekend bij de politie, dus die tast nog in het duister naar het waarom. En de politie sluit niet uit dat per ongeluk het verkeerde huis onder vuur is genomen. Er is vandaag volop onderzoek gedaan en daarbij is onder meer een politiehond ingezet om kruidsporen te vinden. 13 vluchtelingen in de noodopvang in Vlissingen zijn in hongerstaking. Ze vinden dat het te lang duurt voor hun asielprocedure in behandeling wordt genomen. Immigratiedienst IND stuurt morgen 2 medewerkers naar Vlissingen om met de vluchtelingen te praten. Het aantal dieren in Zeeland is de afgelopen 30 jaar toegenomen, blijkt uit een index van het CBS. Die index is er om inzicht te krijgen in honderden soorten dieren in Nederland, van vogels tot vissen en zoogdieren. In Zeeland is in de laatste 30 jaar, zolang die index loopt, zijn er ontzettend veel natuurgebieden eigenlijk bijgekomen, vooral natte natuurgebieden. En je ziet die soorten die hoog in die index scoren, dat zijn ook echt soorten die profiteren eigenlijk van ons beheer, van het aanleggen van natte natuurgebieden. Vooral de rietzanger, de grauwe gans en de vink nemen toe in Zeeland. Maar toch lopen er ook diersoorten gevaar. De specialisten die echt een specifiek habitat nodig hebben, ja, die nemen ontzettend af. De patrijs en de zomertortel zijn de grootste zorgenkindjes in Zeeland. Deze dagen staan 7 verdachten voor de rechtbank voor een reeks geweldsincidenten op Schouwen-Duiveland. Dat gebeurde allemaal in de zomer van 2 jaar geleden. Er zitten geen verdachten uit Zeeland bij. De verdachten waren toen 15 tot 18 jaar oud. Ze zouden meerdere mensen geschopt en geslagen hebben, vaak zonder aanleiding. Vrijwel alle slachtoffers raakten gewond aan hun gezicht. Vandaag stonden de jongste 2 voor de kinderrechter. Zij worden onder meer verdacht van poging tot doodslag. En zo'n jeugdzaak is niet openbaar. Wat er besproken is, blijft achter gesloten deuren. Wel is de eis tegen de 2 jongens bekendgemaakt. Tegen de 1 is 1,5 jaar jeugdgevangenis geëist. Tegen de andere een werkstraf van 80 uur. Morgen en overmorgen staan de andere 5 verdachten terecht.
Met het openen van een paraplu met bad-eendjes opende de Vlaamse kunstenaar Kamagurka de Kinderkunstweek in het Watersnoodmuseum. Het thema dit jaar is van druppel tot tsunami. De Schengenhof uit Sierarenskerke maakt er een kunstwerk over. Ik plons in de zee. In de oceaan zwemmen haaien. In het zwembad ontspan ik. En ook Kamagurka maakte een werk speciaal voor de Kinderkunstweek. Toen ik klein was, had ik nooit van klimaatverandering gehoord. Er was mooi weer, er was slecht weer en dat soort dingen. Maar het klimaat had veranderd, dat was zo absurd. En toen dacht ik dat het misschien heel absurd zou zijn, moest de zwaartekracht veranderen. Waardoor die microfoon nu plotseling omhoog gaat en ik daar zweef. Dat wou ik eigenlijk zo doorgeven aan de kinderen, want het is wel heel absurd wat er gebeurt. Het spreekrecht in de rechtbank voor slachtoffers van een misdrijf en nabestaanden is begin dit jaar uitgebreid. Nu mag ook stief- en pleegfamilie het woord voeren. Later dit jaar verandert er nog meer. Dan worden verdachten ook verplicht aanwezig te zijn wanneer er zo'n verklaring wordt voorgelezen. Het spreekrecht werd bijna 20 jaar geleden ingevoerd, maar rechters worstelen er nog steeds wel eens mee. Het spreekrecht heeft inmiddels een belangrijke plek in het strafproces. Maar hoe zit het voor de nabestaanden en de slachtoffers? En hoe gaan rechters ermee om? Het is een stramien waar je als rechter altijd aan houdt. Hè? Bijvoorbeeld een bepaalde volgorde of wat in ieder geval moet gebeuren op zitting. Maar verder vul je het natuurlijk ook persoonlijk in wat bij jou past als rechter. Slachtoffers mogen tijdens een rechtszitting hun verhaal doen in de rechtszaal. Ze mogen bijvoorbeeld zeggen wat ze van de verdachte denken en wat zij een gepaste straf vinden. Voor een rechter best lastig. En dat blijft lastig om daarmee om te gaan. Wanneer kap je iemand af? Wanneer zeg je dit gaat te ver? Ik heb het wel eens gedaan bij een situatie waar een slachtoffer eigenlijk ging bedreigen naar een verdachte. En toen heb ik het wel afgekapt en gezegd dit kan niet. Maar het is af en toe echt lastig. Waar ligt die grens? Waar gaan emoties te ver? Mariella uit Zürichzee is nabestaande die gebruik heeft gemaakt van het spreekrecht in de rechtszaal. Zij verloor op 1 oktober 2016 haar vader door een ongeluk op de Traktaatweg. Een dag nadat hij 60 jaar was geworden. Wat ik wil is dat de persoon die mijn vader uit ons leven heeft weggenomen, weet wat voor pijn hij mijn familie heeft veroorzaakt. Dat nu, 2 jaar later, ik dagelijks met dit naar bed ga en met dit ongeluk wakker word. Kun je nog herinneren dat je dit hebt voorgelezen in de rechtszaal? Ja. Ik kan wel het gevoel herinneren vooral. Ik denk op dat moment was het zoveel pijn en zoveel verdriet. Maar ik had het heel erg de behoefte om dit te uiten, ja. Voelde je een soort erkenning dat je kon spreken in de rechtszaal? Van de rechter wel. Je zag ook in hun gezicht en daarna volgens mij ook vroegen ze ook aan hem... Zie je wat de consequenties zijn? Ik denk dat ze hebben ook gewoon echt mijn spraak ook meegenomen in de zin van om met de jongen ook in contact te komen van zie het wat het gedaan heeft. Ja. Denkt u dat het spreekrecht de slachtoffers dan wel nabestaanden ook helpt? Gelukkig gaat het steeds beter. Je merkt dat het echt wennen is geweest. Het is nu bijna 20 jaar spreekrecht, maar het is echt wel wennen geweest. Maar in de loop van de jaren zie je dat slachtoffers zich steeds meer gezien en gehoord voelen. En dat is denk ik het meeste wat wij kunnen bieden. Zonnig vandaag, al nam later op de dag de bewolking toe. Warm was het niet, met maximaal 8 graden. Morgen wordt het een stuk warmer, dan wordt het 12 à 13 graden. Het wordt wel een bewolkte dag, met in de ochtend kans op wat regen. Overmorgen wordt het nog warmer. En dit was Zeeland Nu. En zoals gezegd, vanaf 10 uur vanavond kun je hier de uitslagenavond zien. En morgenmiddag om 5 uur ben ik er weer om je weer helemaal bij te praten. Tot dan en een fijne avond.